Oh. Kom op! Ring, ding, 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 ding. Gonna ride this weekend. Broeken, hè? Oh, name drop. 99! Luftballonnen. Oh no. We mogen weer. Wil je een beetje mee? De beauties. Oh. Bam. Ik zeg, is het door eens hoeven.nl? We komen eraan. Kletske bam. Na een lange winterstop gaan we weer mooi braan. We gaan naar Isidore. We gaan een mooie dag maar. Dus Laat al je bek, joh. Kevin, wat nou dan? Ja, dat ding dat doet niet meer. Oh! Ja, dat wil niet helemaal. Daarom hopen we eigenlijk nooit met Suzuki te komen. Maar goed, de kameraden die allemaal zijn verkopen krijgt. Dus de bies mag mee. Dankjewel, Roy. En waar is Roy nu dan? Die voetbal. Oh, nog een hondje! Nog een hondje! Nog een hond! Hallo! Papa is chagrijnig. Snel, snel. Nou, wat wordt de reis van vandaag? Het is niet voor de intro, maar we gaan naar de Sint Isidorus HV. What? Nou, daar hebben we heel weinig aan. Kom, we moeten even weer inkomen. Nee. Shit, mijn bril. Sint Isidorus hoeven, we komen eraan. Oh. Hey. Hier de factory meeting. Ja. Nee, je moet er naar ons huis, denk ik. Dat dacht ik al. Ik kon niet wachten om jullie te zien, dus ja. Ik ging hier maar heen. Feel the love, hè? Feel the love. Je wou eerst naar je huis? Ja, ik wou nog geen t-shirt aandoen. Aan doen. Van, Ik heb sponsors. Alle mensen. Hey. Hey. Tom. Waar zit dan? Brand new. We staan hier op dan. Waarom heeft iedereen al een nieuwe motor? Ook een nieuwe motor. Lekker. En je grotere piepen erop gezet. Ja. Het is die oude van Brian. Ja. Gaaf, hé? Mooie kleuren. Krijg zelf lekker de kleren. Ik zeg alleen maar mooie kleuren. Oh, dat klinkt al heel anders. Kevin, wat doe je? Nou, wilt niet. Ja. Ja. Zeker weten, hè? Even familieoverleg over de sleutels. Oh, dat is belangrijk. Moet ik even wegdraaien? Nee. Ja, ja of nee? Nee. Ja, nee. En dan doe je zo en dan is hij normaal. Ik word een beetje kriebelig van Wildlands. Alleen GoPro mag dat. We do not care. Moving like the speed of sound. Cut, man. Dit zijn toch van die mooie dingen, hè? Oh, lekker zonnetje erbij. We gaan ook een keer op tour, hoor, jongens. Where you come out on top. Let me infiltrate the beat. Concentrate the heat. If you ain't on my level, hey, let me be. I'll be going till it's all in motion, talking killing rappers. Then I hit my quota and my train of thought is more a locomotive. Talking reason for it, I got locomotive. Rijd daar gewoon. Daar rijdt gewoon. Is dit de baan al, joh? Nee. Nee, is gewoon een beeld die hier staat. Hallo. Hallo. Brian, dat is de rij voor de kaartjes, hè? Maar als ik hier toch bestel, ja. Oh ja. Ram! Dit is een snoepvrij van Patrick. Dat is niet zo mooi. Maar die zit daar, hè? Nee. Zo dan. Nieuwe helm. Een mooi ding. Pah. Heb je er ook een bril bij? Mooi, je zit in mijn stukje. In je aura. Gewoon in je aura. Aura. Kom op met je aura. Dit is mijn nieuwe bril. Oh. Ik voel me wel heel vereerd dat er twee camera's op mij staan eigenlijk. Oh, nee. Nee. Mooi, hè? Maar Brian, heb je wel genoeg conditie voor die 2,5? Weet ik niet. Het was vandaag sowieso een mooi dag circuit rijden. Circuit rijden, ja. Lekker shot. Je pakt wel een mooie shot, zie ik al wel. Mogen wij straks of roekie straks? Ik roekie straks, hè. Maar hoe laat? Rond een uur of 4 zakken we roekie.
Waarom heb ik dan mijn helm op? Voor de geur. En niet doen, jongen. Wel, wel, doe dan, doe dan. Meestal wel. Warming up. Is dit een ingewikkeld gesprek dit? Ja, maar nou, het is toch serieus. Is meer zo'n een tactiek? Ja. Ja. Nou, die is er niet. Nee. Schrik van. Kom op! Zit jij gewoon in de ervaren groep? Wanneer niet? Oh, ja. Dit zie ik meer als belediging als een vette vraag. Ja, nee, maar meer van omdat je sneller dan het licht bent. Al die je hebt ook zeker een aparte app. Ja. Ja, maar dat wil me ook niet. Daar ben ik ook gauw in. Ja, 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 ja. Daar ga ik ook niet omheen. Snap ik! Ja. Hoe ging die? Zero. Ring, ding, 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 ding. Belangrijk, hè? Ja. Yeah. Oeh, 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 Linda, ook weer back in business. Ja. Wat vond je het beste van de baan? Ik vond het wel heel leuk. Wat is er, Brian? Hij is heel zenuwachtig. Ik ben ook heel erg zenuwachtig. Is dit de reparatiekant? Dit is het moment van de waarheid of deze past. Mag Roy dit wel zien? Oeh, shit, wat heb je gedaan? Hij mag het alleen zien als ik hem gemaakt. Is goed. Ja. Wat heb je gedaan dan? Gevallen? Hij past ook niet. Shit, zo. Een lullig valletje. Breek die ding af. Ik denk, ik heb er nog één, pas niet. Brian zegt, ik heb er nog wel één, pas niet. Jammer. Nou, ik vind het jammer. Is dit wel te maken? Ik hoop dat het te maken is. Oké. Ik ben bang dat ik de bak niet goed heb, want dat valt uit in de 3. De standaard? Ja, zelfs bij stilstand, tik je in de 3, ja. Valt die uit. En dat lijkt mij dat het een beetje elektronisch iets is. It's gonna be a long night. Ring, 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 ring
Een battle tussen drie Factory Riders over één ronde. Eén met rechterbeen van de stepjes en linker op de stepjes. Eén met linkerbeen van de stepjes en rechter op de stepjes. En één met beide benen van de stepjes. Alle mensen. Zo. Nou, welke drie gaan we doen? Met beide benen. Ja, Red Bull het mat. Mat. Deze mag met linkerbeen los. Biscuit. Hey, ik heb één. Arthur Bryan. Moet ik mijn rechterbeen los, hè? Oh ja. Leuk, jongen. Ja. Ik heb de beste positie. Hey, lekker voor ons, hè. Zo'n knappe kerel als ik, maar je dat niet op de voordeel hebt. Ja, maar je dat doet zelf tikken. Zal dat doen. Niks. Wel eens. Zeg eerlijk wat er gebeurde. Nee, zeg. Het was een drag race. Tegen een ouwe. Nee, ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Hey. Wat? Dat mag nooit. Ja, ja. Oh nee? Ja. Ah. Jezus. Wat is dat dan? Nooie helm. Nee. Nooie helm. Mooi man. Always do it on my own. Break on, oh yeah, aim on, oh yeah, stay on, oh yeah, no play on, oh yeah, know me, my path, only the path, I'm lonely, but damn, I'm going, top it, I'm okay. Oh no! Nou, hoe gaat ie? Goed. Ja? Staat er alleen de benzine op. Dat mag nooit. Dat mag wel. Ah, oh, dan moet je maar elektrisch gaan rijden, of niet? Ja. Ging het lekker? Ja, dat was. Ja? Ja, dat was echt leuk. Brian, kijkersvraag. 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 Hoe zit die stoel? Een hele subtiele. Mooie stoel, hoor. Ik denk dat die wel te apparaat is voor iedereen. Oh, mooi. Nog eens kijkersvraag. Waarom rijdt iedereen KTM bij ons? Verre, ook mooi. KTM staat gewoon voorop met alles. Hey, KTM staat toch voorop met alles? Ja. Andere prijs. Iedereen van ons. Dat betekent dat iedereen die geen KTM... Heeft niet erbij, hoor. Hij heeft er eentje de kade voor weggehaald. En die heeft ook altijd problemen. Ik zou niet eens wat KTM bliepen, omdat ze gewoon 0 euro hebben voor KTM. Nou, wie weet door deze video. Ja, nou, nu denk ik wel. Gaat reclame, want het is toch. Voor de volgende video kunnen zeggen, we bliepen alle KTM's eruit. Ja, die alleen maar op plekjes rijden. Alles. Moet nog blurren ook. Shit. Ik kan niemand scrub mee, hoor. Ik moet niet zeggen. Een beetje Jeffrey Helling, dus. Nee. Nog een vraag. Wie denk je dat de MSGP kampioen wordt? Ja, Thijs. En wie hoop je? Rondaf. Jeffrey Helling pakt hem gewoon weer. Ja, hè? Ja, dit jaar. Schouder of niet, hij is de eerste uit. Ja. En anders Max Verstappen. Oké. Okay. Wil niet best, Robert-Jan? Ja, dat schiet maar aan. Dat is mooi. Ja? Ja. Hier. Zijn er echte factory fans? Ja, de factory fans. Maar moet je niet beunaas? Nee, beunaas doen we niet hoor. Nee, nou, ben je al uitgekeken? Nee, nog lang. Nee. Ik ben net opgewarmd. Oké. Okay. Hoe is het met de sokjes, Patrick? Vijf paren. Vijf paren? Ja, eigenlijk vind ik een meeval. Phew. Dat is een camera, zijn we niet meer gewend. Wat is dit? Hij is koffie. Gaaf. Are you tired of coming in second place? Oh.
gaan jullie nou ruzie maken? Ja. Ik sta zo op de bult, ik heb helemaal aanmoedigd en zo, weet je wel. Hey. Weet je wat hij doet? Nee. Wel eens. Echt. Allemaal zo langs de camera, hè? Soepel, soepel. Nou, Gijs, best helemaal. Lekker gereden. Ja. We hebben nog wel wat kijkers vragen. Hoe is de Factory Riders begonnen? Door mij. Moet ik dat aan jou vragen? Weet ik niet. Het begon al bij Robert-Jan en Jo. De naam Factory Riders. Oh, de naam Factory Riders. Ja, nee. Dat... Die kunnen we wel uitleggen. Ik vraag het wel aan Patrick. Nee, ik was er niet bij. Je was er nog in buitenland. Moet je Mieke even vragen? Ja, ik weet het. De naam Factory Riders is gekomen door onze Robert, deze sponsor. Mijn broer. Die kwam een keer na een dagje werken, kon hij net niet uit om zijn eigen motor klaar te maken. Dus hadden wij de motor klaar gemaakt voor hem. En toen kwamen we aan bij de cross country in Nunspeet. Toen kwam hij aan, deed zijn crosskleren aan en kon op de motor stappen die al stond aan te draaien. En zo hebben we het woord Factory Rider in leven gebracht en zo is het uitgegroeid tot Factory Riders. Dus bedankt Robert. Schitterend. Je moet me altijd hebben, hè. Moet je die nu hebben? Kijk hoe strak die erbij staat. Netjes. Stond jouw motor helemaal schaar. Oh, aandacht. Hoofdstuk afgesloten. Wow. Van dat ding. Cijfer geven, ja. Negen. De baas was hartstikke leuk. Het is niet mijn type. Ja, gewoon superleuk baan. Mooi dikke springbeelden. Ik heb ook een dikke 9, want het was echt een topbaan. Ik geef hem 8,3. Ik vond de baan wel lastig. Ik kon niet de flow krijgen, maar ik vond het wel leuk. Hi. Hi. Denk ik een 10, want ik weet niet anders. Wat voor cijfer geef jij? We doen helemaal geen cijfers meer, joh. Echt niet? Doen we geen cijfers meer? Jawel. Tot aflevering 20. Ja, scheur. Tot nu aflevering 18. Als we bij baan 20 zijn, is de laatste keer dat we cijfers gaan geven. Meer je? En niet doorgaan. Ik geef hem een dikke 8,1. Ik heb niet gereden vandaag, maar ik doe vandaag een 8,1. Ik geef hem een 7,8. Hé, niet pesten. Paul, wat voor cijfer geef jij? Gaan we allemaal wel. We doen niet aan pesten. Oh, ik geef een 8, Hou je kop, joh. Hou je kop! Sorry, oma Manuel. Patrick, ik ga toch vragen. Jongen, ik wil hier gewoon de cijfertjes doen. Of cijfer geven. Lekker gereden? Ja. Ik denk toch wel een 8,5. Ik heb de gakbal niet geproefd, maar het weer was goed. Iedereen lekker gereden. Zeker een 8 waard. Mooi baan. Goed zand vooral vandaag. Ook een dikke 8. Zeker. Ja, het is wel een pittig baantje. Ja, ik vond het ook een pittige dag. Ik heb zelf niet gereden, want de Suzuki is even uit het hoog. Wanneer dat had, jongens. De volgende keer wacht gerust, jongens. Wacht gerust, dan is hij weer terug. Ik ga van 8,1. Wat geef je? Hoeveel cijfer geef je? Een 9. 9 en waarom? Want het is een hele mooie baan. Ik heb lekker gereden. Fijn. Waarom moet je van onder? Lekker onderkeer. Wat gaan we doen dan, joh? We gaan de stikken plakken. Springen. Oké, kom maar bij. Kijk.